Ja, in 1931 is, is mijn opa een winkel begonnen in Rotterdam-Hillegersberg. Ja. Maar het is eigenlijk nog daarvoor gestart. Daarvoor is hij eigenlijk met een klein koffertje met brilletjes is hij langs de boeren gegaan. En heeft die brillen aan de deur verkocht. Um, gespaard, gespaard, gespaard. Totdat hij eindelijk een eigen winkeltje kon beginnen in Rotterdam-Hillegersberg. Uh, dat was eerst op de Dorpstraat. Dat was een heel klein winkeltje met aan de voorkant een winkel. En aan de achterkant de woonkamer. Dus had je nog gordijntjes waar je dan doorheen ging. En dan stond je in de woonkamer. Ja. En uh, hij ook nog fotografie en uh, op een gegeven moment is er een, uh, een heel groot uh, winkelcentrum bijgebouwd in Hilgsberg aan de Plas. Uh, en dat is nu de Wijsbroeglaan toen zijn ze daarheen verhuisd en eerst nog het pand daarnaast waar we nu zitten. En op een gegeven moment ging de buurman eruit en dat was een dubbel pand en daar is hij toen ingetrokken. Dus uh, en daar zitten we tot uh, op de dag van vandaag nog steeds. Lekker man en lekker en jullie uh, zijn ook echt een familiebedrijf. Ja klopt. Jouw vader Peter, die heeft het op een gegeven moment ook wel weer overgegeven aan jou. Ja, nou het is zo dat, kijk, mijn opa die heeft twee zoons gekregen, Peter en Ben Akkerman. Mm -hmm. En uh, Peter is op een gegeven moment in de, op de Wijsbroeklaan gebleven. En Ben Akkerman is toen uh, verder gegaan op de Kruiskade. Die zijn eigenlijk waren de, ja, de, de visie was niet meer helemaal hetzelfde, waardoor ze ges, uh, uit elkaar zijn gegaan. Ja. En toen is Ben Akkerman op, uh, op de Kruiskade zelf een, 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 een Akkerman winkel gestart. Yeah. En uh, dat is uiteindelijk 10, 12 jaar geleden is dat verkocht uh, met naam en logo. Mm. En daar komt de verwarring vandaan, want je had het net over Kevin en zo. Maar die yeah. zit dus bij de kruiskade. Die zit dus <coughs> bij de, de concurrent. De nou ja, eigenlijk ja, is een het de concurrent van. met dezelfde naam inderdaad. Yeah. Um, nu begrijp ik het inderdaad. Dus de... ik zag al verschillende pagina's en ik dacht van oké. Okay. Ja, nou ja, het is dus toen verkocht met naam en logo. En het is toen een aantal keer doorverkocht aan ondernemers. Mm -hmm. En uiteindelijk is het uh, in handen gekomen van de eigenaren van Citylens. Mm -hmm. En die zijn nu nog steeds eigenaar. Ja. Um, die hebben, hoe oh, heb ik van horen zeggen, de winkel overgenomen. En toen liep het niet zo lekker. Uh, dus toen hebben ze mijn oom weer benaderd. Om orde op zaken te stellen. Dus die is eigenlijk toen in dienst gekomen van Citylens om daar weer... Ja, de, de bezem er doorheen te halen, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, en tegelijkertijd werd dat toen ook aangekondigd in een grote magazine. Uh, best wel denigreren naar ons toe. Uh, Akkerman is verleden tijd. Een nieuwe naam is Occhiali Eye Fashion. Ik kan me nog herinneren dat het zo, uh, ja. dat het zo in dat plat stond. En... Uh, ja, drie maanden daarna stond onze naam weer op de deur. Ja. Dus, uh, <laughs> dus dat werkte niet zo goed voor ze. En uh, ja, tot op heden is dat dus de verwarring die er elke keer is. De ja. Kruiskade is dus eigenlijk gewoon Citylands. En in Rotterdam-Hilligersberg is echt nog van de familie Akkerman zelf.